Ja, Dus we dat aan. In de kerk zie je net van vier voor. Ja, we hebben dat kleine tafeltje daar. Voor het station, hè, dat is duidelijk. Maar ik kom niet zo uit de deze papier. Ja, ja, toch wel. We gaan nou wat eten. Ik denk dat de tafel is van de 21ste. Ben ik straks. En voor jij bent verkeerd. Ja, ik ben bij Ahmed, zet jij versterking nodig? En jij een microfoon nodig? Ja. Ja. Maar kijk, ze kunnen doen. قول الكلمة الأستاذ أحمد بتاعك هيجيبوا لك دلوقتي الميكروفون أحمد يمكن تقدر هنا أحسن يجيبوا لك الميكروفون Nog meer mensen die nog geen plek hebben? Er zijn veel te veel mensen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, dus. Ik ben Eddie Reeshuis, ik ben nu predikant hier in de Elmstroom. Ja, bang. Hartelijk welkom allemaal in dit gebouw. We zijn hier eigenlijk te gast bij Asadaka. Want zij zorgen hier voor het eten. Ik geef toe, zonder tafels en stoelen zou het ook niet zijn. Maar wat moesten we zonder eten? Ja, Ahmed, Elmestri, is Asadaka. Mag ik dat zo zeggen? Video en ik kan zoor. U hoort de kerk. Dames en heren, en lieve mensen, vandaag hebben wij alle oorlogsslachtoffers. Iedereen die is omgekomen in een tijd dat naast liefde in vrede werden ingehaald door tegenstellingen en wij, zij denken. Ook hier in de Indische buurt. Het is belangrijk om deze slachtoffers te herdenken. Hun geschiedenis herinnert ons eraan hoe ontzettend belangrijk het is dat naast liefde voorop moet blijven staan. Als we hier in de buurt om ons heen kijken, dan zien wij zoveel diversiteit, mooie initiatieven in samenwerking. Dat is naast liefde. Het is een rijkdom die ons kleine wereld hier mooi maakt. Wij zijn ook erg blij met deze prachtige samenwerking met de Eteto-kerk, waarvoor wij hen willen bedanken. Applaus voor hun eigen. Ook op 4 mei herdenken wij met elkaar, omdat wij niet mogen vergeten, omdat wij de gedachte aan vrede en als liefde levendig moeten in willen houden. Zeker in deze tijd waarin nog altijd zoveel mensen op de vlucht worden gejaagd
door oorlog, door geweld, door wij, zij denken, door armoede. Als wij buiten ons eigen buurt om ons heen kijken, zien wij dat tegenstellingen tussen mensen, tussen groepen worden vergroot en worden aangewakkerd. Dat het wij, zij denken politiek wordt gemaakt in dat veel mensen gevoelig zijn voor deze boodschap. Op de vlucht. Wie doet dan de deur voor u open? Zien wij elkaar als mens of als groep? Zien wij elkaar als dezelfde of als de ander? Als wij iets geleerd mogen hebben van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, een van de vele oorlogsslachtoffers, is dat naast liefde veiligheid en veiligheid voorop moeten staan. Wat betekent dat voor iedere van ons? Hier in Nederland is het hier en nu. Laten wij ons eer bewust van zijn hoe belangrijk het is om ons in te blijven zetten voor ons naasten. Om te laten zien dat wij gelijkheid in gelijkheid omarmen. Dat wij ons niet laten opjutten door tegenstellingen in wij, zij denken vanwege overtuiging, afkomst, religie of geaardheid. In dat we anderen ook aanmoedigen om zich niet op te laten jutten. Laten wij ons hart in ons deur openen voor degene die ons nodig heeft. Vanavond zijn we samen 2 minuten stil voor de mensen die omgekomen zijn voor wie er geen toekomst was. Maar laten hun toekomst in ons harten en handen liggen, doordat wij hen gedenken. Doordat wij dit niet meer laten gebeuren, omdat wij kiezen voor naastliefde en gelijkheid. Ik dank u allen en wil Aisha en Majida bedanken voor haar geweldige inzet, voor het bereiden van het heerlijk maaltijden. Amen. Prachtig. Smakelijk eten. Ja, geweldig.